Wat als je straat wordt opengebroken en het werk alsmaar niet wordt afgemaakt? Inwoners van Beek zijn er helemaal klaar mee. Het duurt inmiddels al weken, de werkzaamheden aan de Bongertstraat in Beek. Door het slechte weer van de afgelopen tijd bleven de werkzaamheden lang stil liggen. Bewoners ervaren dan ook flink wat overlast. De werkzaamheden liggen al een tijdje stil. Al weken wordt er niet meer gewerkt aan de Bongertstraat in Beek. Door de werkzaamheden kunnen bewoners hun huis niet gemakkelijk bereiken. Ik vind het echt heel verdrietig. Echt. En alles, al het stof en vuil loopt binnen. Ik kan iedere keer mijn huis helemaal schoonmaken. Ja, ik vind het gewoon erg. En vooral die zware tassen sjouwen. En dan iedere keer achter een plekje vinden. Omdat ja, die mensen willen natuurlijk amper parkeren. En hier onderin ook. En dan moet je vechten om een plekje. Ik heb in november een herseninfarct, een stuk of drie gehad. En toen kon de ziekenwagen niet eens bij het huis komen. En nou, dan, toen lagen die rijplaten er nog niet. Dus het was gewoon één modderboel. We hebben de naam ook in ons gezin veranderd in de Blubberstraat in plaats van in de Bongertstraat. Bongertstraat of Blubberstraat, de werkzaamheden zijn eind oktober gestart. Volgens de bewoners was dat geen handige timing. Het gaat alleen maar om, je kunt de auto niet in je inrit parkeren. Daar gaat het om, meneer. En dat vind ik best jammer. Want ik vind het had ook anders gekunnen. Ik vind als het in de, want hierachter hebben ze het in de zomer gedaan. Nou, dat was helemaal geen punt. Maar hier, dat kan je toch niet in de winter doen? Ja, heeft het ook. Maar ik kwam door het weer, hadden ze het over, dus voor de nattigheid. Het straatwerk moet vernieuwd worden, asfalt worden klinkers en de riolering wordt ook gelijk nagekeken. Volgens wethouder Ria Barber heeft de aannemer geen klinkers kunnen leggen de laatste tijd door natte weer. Inmiddels hebben de bewoners een brief ontvangen omtrent de werkzaamheden. Na Pasen worden de werkzaamheden weer hervat. Het duurt zeker lang, maar ik heb begrepen dat ze nou, dat zijn goed, na Pasen gaan ze weer beginnen met de boel open te gooien. En daarna hoop ik dat ze eens een keer beginnen met de boel echt dicht te gooien, definitief. Nou, dat niet zo erg nu meer, maar ja, maandag beginnen ze natuurlijk weer opnieuw. En dan is maar de vraag of ik nog naar buiten kan. Want de stoep ligt ook niet goed, dus die zal er ook wel weer uit moeten. En dan moeten we afwachten hoe dat gaat. Volgens projectleider Pierre Kersten zal fase 1 van de Bongertstraat binnen 4 à 5 weken klaar zijn. Daarna starten ze met fase 2 vanaf het kruispunt met de Lindenstraat. Naar verwachting zal het nog minstens 8 à 9 weken duren voordat het volledige project is afgerond. Het al lang klaar. We zouden 22 december, dus van terug tot daar, zouden we alweer terug kunnen met de auto uit de inrit. En dan zitten wij, hoe is het vandaag? Moet je nagaan, 20 maart. Is toch niet normaal? Ik vind dat echt niet kunnen hoor. Sorry dat ik het zeg. Die gemeente praat heel makkelijk, maar de mensen zitten er maar mee. De 60-jarige Marieke Nooy uit Nijmegen heeft een unieke prestatie neergezet. Ze won het Nederlands kampioenschap gewichtheffen voor haar leeftijdscategorie. En hierdoor is ze gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap. Ze heeft alleen wel een crowdfundingsactie nodig om hier aan mee te doen. Nooy doet nu al een aantal jaar crossfit hier in Nijmegen en ze is zich daarna steeds meer gaan focussen op het gewichtheffen, wat daar een onderdeel van is. Het landelijke succes zorgt ervoor dat ze zich nu op het Europese toneel mag gaan laten zien. Dus ik heb vorig jaar heb ik ook meegedaan het NK. Toen heb ik ook een goede prestatie neergezet. Had ik me eigenlijk ook geplaatst voor het EK, maar toen vond ik het eigenlijk nog te vroeg. Dit jaar dus weer meegedaan, ondanks dat ik 3 weken ervoor ziek was geweest, dus eigenlijk niet had kunnen trainen. Maar me toch met mijn gewicht te kunnen plaatsen voor het EK. Ja, toen had ik zoiets van Noorwegen, EK, dat past wel bij mij. Ja, dat is natuurlijk super gaaf, gewoon omdat je waarschijnlijk ook gewoon veel meer mensen hebt die daaraan meedoen, omdat het Europees is. En in Nederland ben ik eigenlijk een van de weinigen in mijn leeftijd en gewichtsklasse die dat doet. Dus dan ja, heb je gewoon veel meer tegenstanders en kun je ook gewoon echt laten zien van waar je staat. Nooy is voorzichtig positief over haar kansen op het Europees kampioenschap. De sluiting is 1 april, dus dan krijg je eigenlijk pas te zien wie er verder allemaal meedoen. En dan kun je ook een beetje kijken. Dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Dus, maar ja, ik denk dat ik gewoon best voor mij ook een goede prestatie neer kan zetten. En ja, ik hoop dat het natuurlijk een leuke medaillekansen gaat geven. Ja. Deelname aan het EK brengt eigenlijk te veel kosten met zich mee voor Nooy.
Een idee van haar vriendin moet hier een oplossing voor gaan bieden. Vliegen naar Noorwegen, dan je inschrijving, je verblijf, alles eromheen, extra trainingen. Ik zeg mijn osteopaat die ook nog een stukje daaraan bijdraagt om er zo fit mogelijk daarheen te krijgen. Dus ja, alles bij elkaar was dat gewoon zoveel geld. Ik dacht zo van ja, dat gaat gewoon niet worden. En een vriendin van mij die had zoiets zo van ja, dan zet er toch een crowdfund op. Ik zoiets van crowdfund, nou ja. Denk je dat dat gaat dan of zo? Denk je dat dat loopt? En daar is dat zoiets over. We gaan het gewoon doen. Dus zij heeft die crowdfund opgezet. En gewoon heel veel vrienden, bekenden, familie die al gedoneerd hebben. Dus we zijn al een heel eind gelukkig. Een 44-jarige man uit Polen is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor het aanrijden van een motorrijder in Groesbeek in september 2022. De slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond. De Pool was tijdens het ongeluk onder invloed van drugs. Hij krijgt een taakstraf van 160 uur. Ook is hij 18 maanden zijn rijbewijs kwijt. Vanwege werkzaamheden aan het spoor zullen zaterdagochtend tussen 7:15 en 9:00 geen treinen rijden op het traject Nijmegen-'s-Hertogenbosch. In plaats daarvan worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. Om vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen, adviseert NS mensen hun reis kort voor vertrek te plannen met de reisplanner. Die zal continu worden bijgewerkt met de meest actuele informatie. De finale van de KNVB-beker komt dichterbij. Op 21 april zal NEC het in de Kuip opnemen tegen Feyenoord. Er is plaats voor 17.500 Nijmeegse supporters. De informatie over de kaartverkoop hiervoor is inmiddels bekend. Seizoenkaarthouders van NEC hebben voorrang bij het bestellen van kaarten. Zij zijn wat dat betreft verzekerd van een plek in de Kuip. De kaartverkoop voor seizoenkaarthouders begint aanstaande vrijdag om 10:00 online en vanaf 12:00 aan de balie van het Goffertstadion. Meer informatie over deze kaartverkoop is te vinden op onze website rn7.nl. Deze maand is het Ramadan, de islamitische vastetijd. Elke dag is er na zonsondergang een gezamenlijke maaltijd bij Stichting SEMA in Nijmegen. Bij deze iftar worden steeds verschillende mensen uitgenodigd die een functie vervullen binnen de gemeenschap. Het doel hiervan is verbinden en ook niet-islamitische mensen kennis laten maken met de iftar. Gisteravond waren politici van verschillende partijen uitgenodigd en ook burgemeester Bruls gaf een korte toespraak. Elke Ramadan wel 2 of 3 keer ben ik wel bij een organisatie die een iftarmaaltijd organiseert. Ook bij andere gelegenheden. Ik heb niet alleen een voorkeur voor de islam. Elke godsdienst die vreedzame bedoelingen heeft en een plaats heeft in onze samenleving. Ik vind daar moet je de belangstelling ook voor tonen. Dat doe ik graag. En ik wissel het elk jaar af. Want ik word zo vaak uitgenodigd dat ik echt moet kiezen naar welke iftarmaaltijd ik wil gaan. Het is altijd even hartelijk en even mooi. Ramadan is een van de meest brutale maanden van het jaar. Onze capaciteit is maximaal 60. En vandaag zijn er ruim 50 mensen die deelnemen aan de iftarmaaltijd. Op individueel niveau gaat de islamitische vastetijd over het omarmen van rechtvaardigheid, medeleven en tolerantie ten opzichte van alle mensen, ongeacht geloof. Moslims streven tijdens de Ramadan naar meer moraliteit die alle lagen, geloven en culturen samenbrengt. Op gemeenschappelijk niveau betekent dit volgens de voorzitter dat ze verantwoordelijke burgers willen zijn en hopen bij te dragen aan het algemene welzijn van de samenleving. Wij zijn vanaf 1999 al bezig. Het is een traditie geworden. Ja, ik heb geen opvatting over de iftar zodanig. Hè. De moslimtraditie om na het vasten zo samen te komen en dan s'avonds wat te eten. En ik vind dat je elk godsdienstig gebruik wat past in een vreedzame samenleving hebt te respecteren, ook al ben je zelf geen moslim. De Koran stelt dat het uiteindelijke doel van het vasten het bereiken van vroomheid is. Saum, het Arabische woord voor het vasten. Dat betekent letterlijk terughoudendheid en zelfbeheersing. Vandaag is dan officieel de lente van start gegaan en dat was ook in het weerbeeld goed terug te zien. We kregen een heerlijke zonnige dag voorgeschoteld met temperaturen die opliepen tot rond de 18 graden. Helaas zet het weerbeeld niet door. Morgen blijft het nog wel een rustige dag met geregeld zon en wat bewolking. Blijft ook droog, maar de thermometer zal niet meer dan 13 graden aangeven. Vrijdag doen we nog een stapje verder terug. Dan krijgen we in de loop van de middag ook weer met regen te maken en wordt het niet warmer dan een magere 11 graden. Ook in het weekend zal het wisselvallig en fris zijn.
Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 20 maart. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt altijd op onze website rn7.nl. Morgen zijn we weer terug en dan zie je onder meer waarom een klein speeltuintje in Nijmegen-Oost ineens een officiële naam heeft gekregen. Graag tot dan!